President Chandrika Prasad Santokhi heeft op dinsdag 11 augustus 2020 een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Tijdens het bezoek heeft het staatshoofd de staf toegesproken en haar aangespoord het werk, ondanks de vele uitdagingen voor land en volk, te blijven doen. De regeringsleider kreeg ook presentaties van de activiteiten vanuit het ministerie. Minister, vanmorgen heeft de president van de Republiek Suriname een werkbezoek gebracht op uw ministerie. Wat is het belang van zo'n werkbezoek eigenlijk? Nou, de president was op bezoek op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. U moet weten, de president, grondwettelijk, is verantwoordelijk voor het buitenlands beleid. Daarhalve is het ministerie dus een werkarm voor de president. En wij vonden het belangrijk dat heel snel in zijn termijn hij dus een bezoek bracht aan het ministerie, zodat we hem konden informeren, een update geven over waar we zijn in de buitenlandse politiek, wat betreft onze relaties met individuele landen, maar ook met organisaties, en welke issues er spelen en welke projecten er gaande zijn. Er is een presentatie geweest in hoofdlijnen, dus heel wat kleine details gaan nog worden uitgewerkt. Maar het is belangrijk dat de president fysiek een keertje op het ministerie is geweest. Daarnaast ook natuurlijk kennis neemt van en kennis maakt met het personeel. We hebben een groot aantal professionele krachten die hun inzet zullen geven. En uiteindelijk heeft u dus nu gehoord precies wat de details zijn van het buitenlands beleid zoals het nu staat. Uiteraard was deze ook een gelegenheid voor de president om zijn eigen visie aan te geven en instructies te geven aan het ministerie voor wat betreft het nieuwe beleid, zoals hij dat ziet, zoals de regering dat ziet. En dat focust zich voornamelijk op international business en internationale samenwerking, omdat, zoals de president vanmorgen heeft aangegeven, het gaat om het Surinaams belang. En dus onze buitenlandse politiek moet in dienst staan van het Surinaamse belang. En ik geloof dat met dat soort instructies wij als ministerie natuurlijk wel nu weten van hoe we een aantal andere zaken moeten uitwerken. We weten namelijk dat er uitdagingen zijn op dit moment in Suriname, ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En een van de uitdagingen is namelijk als je inderdaad dat beleid wil uitdragen, moet je ook als land op een respectabele wijze, op volwassen wijze, ook die toegang moeten hebben. En nu al blijkt dat we bijna geen toegang hebben tot heel wat internationale organisaties, omdat we gewoon simpelweg onze contributies niet hebben betaald. Er was een andere prioriteit om andere dingen te doen, maar geen prioriteit om te zorgen dat Suriname in de rij der natiën blijft, van waar men het met respect kon kijken naar Suriname. Als een goede rechtsstaat, als een land dat zich houdt aan wet en recht en voldoet aan de betalingsverplichtingen. Dat is wat je als eerste moet doen als ministerie van Buitenlandse Zaken, anders moet je die naam veranderen. En dat is niet gedaan. Dat is een grote uitdaging. Dat we dit zo snel mogelijk moeten oppakken. En zorg dragen dat we weer toegang krijgen tot de internationale gemeenschap. Zijn er zaken die op korte termijn aangepakt zullen worden? Zijn die afspraken gemaakt? En wat zijn de korte termijn zaken? Het oplossen van het schuldenvraagstuk. Dat enorm veel drukt op de staatsbegroting. Maar daarnaast zijn er een aantal zaken die we in orde moeten brengen binnen het ambtelijke. Een van ze is natuurlijk de nota van wijziging voor het begrotingsjaar 2020, wat tot nu toe niet is goedgekeurd. Dat is inmiddels ingediend. De begroting 2021, dat is voorbereid en nu in overleg met het ministerie van Financiën verder zal worden besproken. Wij zijn drukdoende op basis van de nieuwe inzichten en de doelstellingen van de nieuwe regering om een beleidsnota met een jaarplan te presenteren. En dat zal medio september gereed zijn. Op basis daarvan zal een regeerprogramma
voor wat betreft het onderdeel voor buitenlandse zaken. En ook de bijdrage door de jaarrede van de president opgesteld worden. Dat zijn zaken die op heel korte termijn moeten plaatsvinden. En natuurlijk, belangrijk is dat we de bilaterale relaties met een aantal landen zullen oppakken. We zijn inmiddels net terug van Guyana, dat succesvol is geweest. De bedoeling is dat we vrij snel een bezoek brengen aan Nederland. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken, om bilateraal na te gaan welke mogelijkheden bestaan om die samenwerking weer op gang te krijgen. Ik kan niet vertrekken nadat ik een prachtig koor gehoord heb, zowel bij het aantreden van onze vergadering en ook nu de sluiting. Wil ik het team van Buitenlandse Zaken, prachtig koor, bedanken en geweldig dat jullie dit doen. Niet alleen vanuit Buitenlandse Zaken, maar met in ieder geval zodanige kwaliteit. Een zodanige spirit dat dit een zeer belangrijk product is wat we kunnen uitdragen ook naar het buitenland. Gefeliciteerd, many thanks, bedankt.